VHP-parlementariër Sjaan Binda is vandaag heen gegaan. VHP-fractieleider Aziz Kumar Gayadin, die dit vanmorgen bekendmaakte tijdens de openbare vergadering in de Nationale Assemblée, liet weten dat Binda al enige tijd ziek was. Gayadin beschreef Binda als een strijder binnen de fractie. De overige fractieleiders binnen het parlement deelden hoe zij Binda als een kritische geest hebben gekend. Daarnet met de levenspartner, mevrouw van Binda, gesproken en het is bevestigd. En alvast onze condolences uitgebracht. En we wensen de familie veel sterkte toe. En mogen de ziel van de heer Binda zijn ware voortgang vinden zoals hij dat zou wensen. We hebben de heer Binda hier gekend als iemand, als een harde werker. Los van in zijn privéleven, voor hij in het parlement kwam, in het particuliere sector, heeft hij zich hard ingezet om de particuliere sector, de belangen daarvan, in het belang van de economische ontwikkeling van Suriname, goed van de grond te krijgen. En op verschillende fora heeft hij zijn stem laten horen in dat verband. We zijn hem ook daarvoor heel erkentelijk voor. Wij hebben hem misschien niet zo intensief gekend als andere leden. Maar wat we zeker kunnen aangeven is dat de heer Binda een van de meest kritische DNA-leden die wij op dit moment hier in het parlement hebben. We hebben gezien dat hij ook niet is schroomd om, wanneer nodig is, kritiek te leveren op zijn eigen regering, zijn eigen fractie. Maar hij had die durf om dat te doen. In zijn overtuiging dat hij daarmee op een correcte manier, op een goede manier, de Surinaamse samenleving die hij hier vertegenwoordigde, dat hij dat kon doen. Heel hard om dit droevig bericht aan te horen. Dat wij tijdens de vergadering moeten aanhoren, voorzitter, dat onze vriend, collega, coalitiepartner is komen te overlijden. Van deze plaats uit condoleren wij van de ABAPL-fractie, onze collega's van de VAP-fractie, de familie, echtgenoten en kinderen met dit verlies. Om eerlijk te zijn, collega Binda behoorde tot een van de parlementariërs, voorzitter, die het verschil uitmaakte. Geloof mij, voorzitter. Ik was in Brokopondo, voorzitter, en collega Binda belde mij vanuit Nieuw-Lombé om mij duidelijk te maken, collega, ik ben in uw district. En toen die ramp in Brokopondo gaande was, een van die weinige parlementariërs is gegaan, voorzitter. Hij is een parlementariër geweest die niet op zijn mond was gevallen, voorzitter. Scheidslijn tussen coalitie en oppositie heeft hij niet gekend. Ik heb samen met hem hebben we het vooronderzoek in het kader van die wet op de jaarrekening. En ik weet hoe kritisch hij was, ook naar zijn eigen partij, voorzitter. Vice-president Ronnie Brunswijk zei dat de mededeling van het heengaan van Binda, die kwam te midden van de voortzetting van de begrotingsbehandeling, de regering heel erg heeft getroffen. DNA-voorzitter Marinus B. zei een week geleden nog telefonisch contact te hebben gehad met Binda en liet weten dat het parlement diep is geraakt met het heengaan van hun collega. Na de condolences werd er een minuut stilte in acht genomen. Sjaan Binda werd 69 jaar.